Maar jongelui, van harte welkom. Ja, jullie zijn de toekomst. Applaus voor de jongeren. Zo, heel belangrijk. We doen gelijk even een selfie. Zo gaat dat tegenwoordig bij de jongelui. Zo, we doen even een heel klein, zo'n klein politiek correct momentje. Want we zijn hier vandaag allemaal samengebracht door, nou laten we zeggen, de helft van de PvdA. Maar kijk eens hoe kleurrijk het is vandaag. Applaus voor onszelf. Wie had gedacht dat we eigenlijk op zoveel fronten ook onze stem kunnen laten horen. Op zoveel fronten ook onze kleuren kunnen laten zien. En niet alleen dat, ook aan zoveel de stemmen te kunnen laten horen. Er zitten hier toch wel even een knap staaltje heren aan tafel. Kijk eens, applaus voor de mannen. Ja, dan beginnen we even aan deze kant. Als het goed is de microfoon aan. Ja, die is aan. Test. Ja. Volgens mij wel, luidt het duidelijk. Zeker. We hebben hier een van de reporters, presentatoren van Oude Westen TV. Ja, Rotterdam. Open Rotterdam. Allemaal, goedenavond. Het is nog een beetje leuk hier. Ja, oké. Okay. Nou, dat klinkt goed. De sfeer zit er nog steeds goed in. Dat bedoel ik, Levi. Zo. Mijn naam is Dominique Rozenblad. Jouw naam is? Elmar Levi. Dat bedoel gesplitst, ik. Hè? Want soms denken mensen nog eens één naam. Ja, gesplitst. Wat wij nou belangrijk vinden, en dan geef ik het woord. Ja, blijf erbij hoor, heel belangrijk. En dan geef ik het woord zometeen aan Levi, want ja, ik hou ook van samen doen en verbinden. We zijn toch een mooi verbonden setje zo? Toch? Dat is toch een lekkere verbintenis? Ja. Levi heeft, ik ga het even naar de andere kant zo, dan kan ik jullie aankijken. Levi heeft een prachtige stelling voor jullie. Dat hebben we uit jullie eigen grabbelton gegrabbeld. Dus we willen van jullie allemaal heel kort een elevator pitch. En ik laat dit onderdeel aan Levi over. We houden de tijd bij. Wie heeft er een stopwatch? 3 minuten? Ja? 1 minuut per interessant persoon? Ja? Mooi. Levi, doe je ding. Yes, doe en ik als zeker. Levi klaar is, ga de tafel opzij en gaan we jullie vragen om allemaal te gaan staan. Ja, dus dat komt zo meteen. Want het is koud en blijven zitten is niet goed voor jullie botten. Zo, Levi, dank je wel. Allereerst, wie zijn hier student in deze zaal? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar en het is nu tijd dat jullie ook je stem laten horen. Alle studenten, sta maar eventjes op. Laten we daarmee beginnen. We hebben genoeg stilgezeten in de zaal. Is iedereen die hier student is vanavond, sta eventjes op. Het is tijd om jullie stem hier even te vertegenwoordigen. Scholieren ook, Elmer? Scholieren, studenten, iedereen die studeert, jonge mensen, iedereen die aan het begin van zijn carrière staat. Jullie mogen je stem even laten horen, want we gaan het over iets heel erg belangrijks hebben. En dat is namelijk het volgende. Je hoort het heel vaak voorbij komen, toekomst, wat ga je doen met je carrière, welke studie kies je. Dat zijn allemaal hele belangrijke punten. Jullie zijn de stem van het nu. Nou ja, van, niet alleen van het nu, ook van wat er komen gaat. En wij hebben hier natuurlijk mensen uit de politiek. Het gaat altijd op vele fronten over diverse dingen. En wat we nu met hun bespreekbaar gaan maken is het volgende. En dan spits ik het even toe op het mbo. Het kan natuurlijk breder. Maar hoe kunnen wij in de toekomst stages gaan verbeteren? Dan heb ik het nu eventjes over het mbo. Dat is natuurlijk niet geheel onbelangrijk. Want naast de theorie die je op school leert, ga je uiteindelijk ook stage lopen. En ja, wat er allemaal bij komt kijken, dat is nogal heel wat. Dus luister even goed mee. We gaan even luisteren naar deze heren en wat onder andere hun mening daarvan is. Oké, dus concrete vraag is, wat gaan we doen aan stages en die te verbeteren? Oké, nou, ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Kevin van Eikeren. Ik sta op nummer 6 voor de Partij van de Arbeid. Ik woon in Sjaarloos. Ik kom uit Krooswijk. En wat gaan we doen aan mbo-stage? Nou, wat sowieso belangrijk is, dat we in Rotterdam zien dat er eigenlijk te weinig stages zijn. Dus er moeten überhaupt meer stages komen. Dat is A. En B, de kwaliteit van stages is vaak ook slecht. Mijn broertje en zusje hebben allebei ook op het mbo gezeten. En wat moet je daar vaak doen? Is koffie halen, kopietjes maken. Allemaal dingen die helemaal niks met je opleiding te maken hebben. Waar je ook heel weinig van leert. Tuurlijk, je leert
om te werken in een bedrijf. Dat is belangrijk. Maar wat vooral belangrijk is, dat die stages kwalitatief vooruit gaan. En daar is een sterke gemeente voor nodig. Een gemeente die harde afspraken maakt met het bedrijfsleven over en met de onderwijsinstellingen. Van oké, wat voor stages willen we? Hoe moet die kwaliteit zeker zijn? Dat die gewoon goed is en aansluit bij je opleiding. Zodat je ook na je opleiding die baan kan gaan invullen waar jij een opleiding voor hebt gedaan. En niet dat je hoeft te zeggen, wat is mijn werkervaring? Nou, ik heb er ook een koffie in geschonken. Dus daar moet de gemeente een hele sterke rol innemen. Dat doet ze nu te weinig. Dat is ook een van onze verkiezingspunten. Om samen met de wethouder onderwijs in ieder geval en de onderwijsinstellingen hele harde afspraken te maken met het bedrijfsleven. Maar ook 10, meer 9, werkgelegenheid naar de stad te trekken. 7, 6, 5, 4, 3. Daar mag voor geklapt 2. Worden, dames en heren. Nou, dat is al een heel sterk streven. Menig student zal hier ook denk ik wel heel erg blij mee zijn. We gaan snel door met de volgende pitch. Nou, mijn naam is Narsing Balwantsing. Ik ben ook kandidaat raadslid namens de Partij van de Arbeid. Ik sta op nummer 5. En stage lopen is verplicht. Dus wat mij betreft moeten bedrijven ook verplicht gesteld worden om stageplekken te creëren. Want ik bedoel, het mes snijdt aan twee kanten. Het is heel belangrijk dat je als jonge man of jonge vrouw gesteund wordt in het leren van een vak. Dus als je een bedrijf binnenkomt rollen, ben het met Kevin eens, dan moet je nuttig werk verrichten. Zodat je goed voorbereid wordt op wat je op te wachten staat. Ondertussen powervrouw binnenkomen, dat is Barbara Katman. Even, welkom Barbara hier vandaag. Onze lijsttrekker, dames en heren. Ja, dat is een warm onthaal, hè, Barbara? Geef mij even tijd om na te denken. Dus. Nee, maar ik vind dat het goed is dat er stage gelopen moet worden. Maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij de bedrijven om stageplekken te creëren. Als jonge man, jonge vrouw, dien je goed voorbereid te worden op een professionele carrière. Maar inderdaad, het moet nuttig werk zijn. Je moet nuttig werk verrichten, zodat je ook echt een daadwerkelijk een positieve bijdrage kan leveren. En een constructieve bijdrage kan leveren aan deze samenleving. Want dat is namelijk wel waar we naartoe gaan. En investeren in onderwijs is nooit weggegooid geld. Want uiteindelijk zijn dat de mensen die dit land, deze stad voort gaan zetten. En wij moeten daar op gaan leunen met z'n allen. Dat is wat ik wil vertellen. Dank u wel. Ik hoef het niet eens af te tellen. Applaus. En de volgende. Ja. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Nuin Dakour, nummer 15 op de lijst. En wat blijft er inderdaad nog over voor me? Stagiaires is kapitaal voor bedrijven. En op dit moment is het onderwijs wat gegeven wordt, sluit niet aan wat bedrijven nodig hebben. Dus mijn stelling is dat er meer geïnvesteerd moet worden in onderwijs, waardoor bedrijven maar al te graag in de rij willen staan voor stagiaires. Stagiaires missen vaak de competenties, motivatie, mentaliteit. En die dingen die krijgt onvoldoende mee in het onderwijs. En een andere zaak is dat er vaak ook geen geld is om die begeleiding te geven. Dus waardoor ze gewoon mensen zijn die de juiste gedachten en denkwijze hebben. Dus dat mijn voorstel zou zijn, investeer meer in het onderwijs, want dat is de toekomst. En één laatste aanvulling is ook, is dat het onderwijs loopt ook vaak achter wat het bedrijfsleven nodig heeft. 10, 9, 8. Ja, ik ben Sid Morsink. Niet verkiesbaar, wel actief bij de PvdA. Ik vind het heel moeilijk om aan deze drie titanen nog wat aan toe te voegen. Maar dit zijn ook de toppers waarop jullie moeten stemmen, 21 maart. Wat ik denk is dat je ten eerste een eerlijke kans moet krijgen op een goede stage. Ongeacht je afkomst op je achternaam. Een eerlijke kans op een goede stage en daarna op een goede baan. Dus ook je stage moet goed aansluiten bij die arbeidsmarkt. En moet je daarnaast ook voorbereiden op niet alleen wat er nu actueel is op de arbeidsmarkt, maar ook over 10 jaar. Dus echt een duurzame stage is denk ik dat heel belangrijk is. Ja, heel goed. Heel mooi. Ja, fijne collega. Heb jij nog een vanuit jezelf, we zijn allemaal Rotterdammers hier, hè? Ik bedoel, aardig bewogen. We zien heel veel vanuit jou. Wat zou je nou echt eens heel dringend willen meegeven aan deze mensen die eigenlijk de sociale mens uit Rotterdam moet vertegenwoordigen? Dus ze mogen niks terugzeggen.
Oké, nou dat is een hele lastige. Ja, ik denk eigenlijk, maar dat zal ongetwijfeld al heel veel worden gedaan, dat we pas echt een goed beeld kunnen vormen over iets door heel erg veel met elkaar in gesprek te treden. Dat is iets wat heel vaak een beetje wordt onderschat, maar wat we ook terugzien in het dagelijks leven is, en daar gaat het hier ook over vanavond, verbinding. Dat communicatie tussen mensen eigenlijk steeds minder wordt. En om elkaar naar een hoger niveau te tillen, is het belangrijk dat we er zijn voor elkaar. Dat we luisteren naar elkaar en dat we elkaar oprecht kunnen helpen. En ons egoïsme ook soms eens even opzij zetten. Want dat is heden ten dagen wat er bij steeds meer mensen heerst. We communiceren allemaal heel leuk via social media. Maar communiceer je ook oprecht en in het echt met je medemens? Ben je er ook daar voor je medemens wanneer er problemen zijn? En niet altijd alleen maar wanneer het goed gaat. Samen, iedereen als individu, met ieder als talent, met ieder als persoon, maak je deze hele wereld. En dat is een boodschap die je niet moet onderschatten. En ook voor de politiek geldt, wordt natuurlijk al gedaan, blijf naar elkaar luisteren, blijf elkaar inspireren. En samen met elkaars ideeën kun je elkaar aanvullen. En vooral voor de studenten en iedereen, natuurlijk iedereen heeft hier nog een toekomst onder ons. Geloof in jezelf, geloof in je passie, geloof in het leven en geloof in datgene waar jij voor staat. En dan kom je er altijd. Oh.